De Lions Club Paramaribo Central heeft gisteren haar 60-jarig bestaan feestelijk gevierd in restaurant Shimin. Het was gisteren precies 60 jaar geleden dat via Lions Clubs International in de VS in Suriname het lionisme werd geïntroduceerd. De Lions Club Paramaribo Central werd op 8 mei 1957 opgericht en was de eerste Lions Club in het Engels sprekend Caribisch gebied. Aan de pioniers werd dank uitgebracht voor hun harde werk. Ook de Lions, die de organisatie jarenlang hebben ondersteund, werden in de bloemetjes gezet. Volgens Malti Sarju, president van Lions Club Paramaribo Central, prijken heel wat klinkende namen uit de Surinaamse samenleving op de lijst van eerste charter members. Die mensen hebben de aanzet gegeven van het service-idee van de Lions dat geleid heeft tot het 60-jarig bestaan van onze club, geeft ze aan. Het nemen van een actief aandeel in de bevordering van het maatschappelijk en zedelijk welzijn van de samenleving wordt onder meer manifest met de expansie van de Lion-organisatie dwars door diverse districten van het land heen. De participatie van leden afkomstig uit de ruime scala van beroepscategorieën en het door het betrekken van Surinamers, ongeacht de sekse, jeugdigheid en levensbeschouwelijke achtergronden. Thans telt Suriname na 60 jaar lionisme 11 Lions Clubs en 6 Leo Clubs. Het is de bedoeling dat spoedig ook de nieuwe club, Lions Club Paramaribo East, zich zal dienen. Sarju gaf verder aan dat in 2002 de eerste vrouwelijke Lion werd toegelaten tot de club. De afgelopen 60 jaar heeft Suriname ook 16 district governors voortgebracht. In de ontwikkeling van het Lionisme, en in het bijzonder binnen Lions Club Paramaribo Central, neemt de twinning club Lions Club Guyenne Doyenne ook een bijzondere plaats in. De twinning met de Fransen begonnen in 1973 tussen Lions Club Marowijnen en Lions Club Guyenne Doyenne. Dit hield in dat beide clubs zowel sociale projecten wederzijds uitvoerden. Maar nadat Lions Club Marowijnen door de Binnenlandse Oorlog ophield te bestaan, werd op initiatief van Lion Shang Chenaji, die inmiddels transfer had aangevraagd van Marowijnen naar Lions Club Paramaribo Centro, werd het protocol van samenwerking met onze club op 15 april 1995 getekend met Lions Club Guyenne Doyenne. Enkele wederzijdse projecten die zijn uitgevoerd, het opzetten van bushuisjes, het opleveren van een kinderspeeltuin openbare school Munder, materiaal aan huizen Betaljade en het plaatsen van welkomstborden bij de grens van Albina en Sint-Laurent. Tot zover Malti Sarju, president van Lions Club Paramaribo. De serviceclub heeft gisteren haar 60-jarig bestaan feestelijk gevierd. In verband met de viering zullen in de maand mei verschillende activiteiten worden ontplooid.